Hallo, ik ben Hüsnye Barskanay. Ik ben 35 jaar. Ik ben van Turkse afkomst. Ik ben gehuwd. Ik heb 4 kinderen, waarvan 3 jongens en 1 meisje. Ik ben op dit moment aan mijn laatste jaar verpleegkundige opleiding bezig. Mijn hobby's zijn fietsen en wandelen. Ik wil het vandaag hebben over mijn broer Adem Barskanay. Hij heeft zelf orgaandonatie gedaan. Hij heeft een auto-accident gehad, waarvan hij nadien 3 dagen op intensieve heeft gelegen. De tweede dag hebben wij het vraag gehad voor een orgaandonatie. En dat kwam op dat moment wel hard aan bij ons, omdat we dat eigenlijk niet verwachten. We hadden nog altijd hoop voor hem. We hadden niet verwacht dat het zo ernstig was. Maar omdat de dokter zei van, wat als het toch zo ver komt, wat willen jullie met de organen doen? Hoe stond hij daarvoor open? Wij wisten dat hij daar een paar keer over had verteld aan ons en dat hij dat heel graag zou willen. Dus hebben wij ook met het hele gezin, met mijn ma en mijn pa en mijn broers en zussen ook besloten dat we daar de toestemming voor gaven, voor een orgaandonatie. Mijn broer is altijd iemand geweest die heel open stond voor andere mensen, die altijd behulpzaam was. En hij zou dat ook heel graag gewild hebben om dit te doen als laatste wens. Dat wisten we. Daarmee dat we daar ook akkoord zijn mee gegaan. Ik besef ook dat dat op dat moment heel moeilijk was voor ons. Maar toch was het wel belangrijk, vooral voor hem en ook vooral voor de andere mensen die dan toch nog een leven konden hebben dankzij hem. Uiteindelijk na 3 maanden zijn we te weten gekomen dat hij dan 3 levens daarmee heeft gered. En dat geeft een enorme trots voor mij en ik denk ook voor mijn hele familie dat hij dankzij hem toch nog 3 mensen nu van het leven kunnen genieten. En het doet wel nog altijd heel veel pijn. Dat zal ook blijven, dat gemis dat blijft ook. Maar het besef van er leven andere mensen dankzij hem, dat geeft mij een heel goed gevoel. Daarmee wil ik ook doorgeven aan de mensen van ook bij de moslimgemeenschap. Orgaandonatie mag. Het is niet dat het niet mag. En mijn broer heeft mij ook heel veel laten beseffen, bij mij eigenlijk laten denken van waarom niet? Ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan. En bij deze heb ik ook tegen mijn eigen gezin gezegd van stel dat er ooit zoiets gebeurt, ik wil ook orgaandonor zijn. Ik wil ook mensen helpen na mij eigenlijk. En mensen, sta open voor orgaandonatie. Dat is zo belangrijk. Ik heb ook al 2 brieven gekregen van een persoon die op dit moment, dankzij mijn broer, nog altijd leeft. En die gelukkig is met zijn orgaan die hij heeft gekregen van Adem. En dat geeft zo'n goed gevoel als ik die brieven lees. Die brieven halen mij soms weer erbovenop om mij terug te herpakken. En het leven weer door te gaan, omdat ik weet, dankzij hem genieten mensen. En bij deze sta open voor orgaandonatie. En ga jullie registreren, zodat meer mensen op de wereld worden geholpen. Het moet maar eens iemand van uw familie zijn die een orgaan nodig heeft. En als je dan niet kunt vinden en dan je familielid verliest, denk dat dat heel pijnlijk is. Vandaar deze boodschap. Ik hoop dat het zo wat gaat helpen en dat we daar meer en meer voor open gaan staan. Allemaal nog een fijne dag. Dag.